Jimmy, zit er dan? We zijn al lang aan het afspreken, hè? Inderdaad. Maar 13 december komt eraan. Allee, ik vind dat ongelooflijk als ik hoor hoeveel kaarten dat er al verkocht zijn. Wat vertelde je mij? Rond de tussen de 1000 en de 1100 kaarten zijn momenteel verkocht. Mensen fysiek in de Elisabethzaal. Ja, ja. Dus dit is de eerste keer dat we in de Elisabethzaal aanwezig zijn. En twee, dat we ook gaan streamen wereldwijd. Ik vind dat ongelooflijk. Ik maak heel veel congressen en seminaries mee en wij doen heel veel webinars ook. Maar ik vind dit echt fenomenaal. Maar dat wil toch wel zeggen dat happiness at work super belangrijk is. Ja, uit een recente studie van Vlerik is ook gebleken dat well-being momenteel HR topic nummer 1 is. Ja. Dus organisaties die nu niet met happiness at work bezig zijn, die nu niet met well-being bezig zijn. Absoluut. Fine for me, maar de gevolgen naar de toekomst toe, denk ik, zijn niet te overzien. Nee, dat klopt. Inderdaad, ik ben daar ook al jaren mee bezig, dat weet je. Hè? En vandaar dat ik ook zo de ambassadrice wil zijn om dat werkgeluk en dat happinessgevoel in bedrijven zo sterk in het vaandel draag. Maar je hebt wel een aantal sterke sprekers aangetrokken, hè? Ja, het is eigenlijk de bedoeling van een soort ruim assortiment van sprekers aan te bieden. Nu, die sprekers zitten ook in een bepaalde storyline. Dus die gaan eigenlijk van wel modernere denkers, maar eerder rationeel, tot dan uiteindelijk bijna spirituele sprekers. Dus de volledige range tussen rationeel, emotioneel en intuïtief is eigenlijk afgedekt. Heel mooi, want ik herinner mij nog als ik 5 jaar geleden in een organisatie kwam en ik benoemde daar het woord spiritualiteit, dan lachten ze mij gewoon weg. Maar dat is vandaag de dag iets minder. Bedrijven staan toch wel wat, het is nog altijd een moeilijke natuurlijk, maar dat was met het woord happiness of werkgeluk ook altijd zo. Hè? Een aantal jaren geleden kon men daar niet over spreken, was dat ook niet van belang en wilden ook bedrijven daar niet in investeren. Vandaag en nu extra met corona wordt daar wel aandacht aan geschonken. Ja, de vraag is het vanuit overtuiging of is het van te moeten? Nu, er is een duidelijke shift aan de gang met de millennials generatie Z. Die schuiven steeds meer op of je wilt of niet richting bewustzijn, richting noem je het dan spiritualiteit. Mm-hmm. En nog steeds een heel gedeelte van de organisaties, die zijn echt rationeel, ROI-driven, mm-hmm. met dan management van het blauwe en rode profiel, die eigenlijk liever het gele en het groene een beetje trachten te mijden. Maar de wereld is aan het evolueren. Aan het evolueren. Ja, en dan een ander gegeven is dat bedrijven en leidinggevenden en medewerkers heel negatief vandaag in het leven staan. Ook door corona, maar ook door heel die change, die VUCA-wereld. Mensen weten niet goed meer wat waaraan, waaraf, hè, wat zijn hun kapstokken en zo. En ja, je hebt er wel een ongelooflijke goede madame voor. Mijn collega, hè, die komt spreken op het congres, waar we toch wel ook trots mogen op zijn. En zij komt het boek voorstellen, Positieve Intelligentie. Wat betekent dat voor jou, positieve intelligentie? Wat houdt dat voor jou in? Want ik ken jou als een zeer gedreven, emotioneel, positieve man. We kennen elkaar al een tijdje, maar je bent echt wel heel positief, hè? Ja, ik tracht dat te zijn en ik heb een bepaalde vastberadenheid die niet zo vaak geëvenaard wordt, ik zal het zo uitdrukken. Maar positiviteit is eigenlijk het begin van alles. En ik zeg eigenlijk voor vastberadenheid, van zodra dat je 0,1% twijfel hebt, kom je eigenlijk in de problemen. Dus wat is positiviteit, of extreme positiviteit, is eigenlijk volledig zodanig in jezelf geloven. Elke vorm van twijfel, van negatieve gedachten, van gedachten van ik ben niet goed genoeg, ik ben het niet waard en zo verder, om die eigenlijk te elimineren. Maar dan heb je eigenlijk nog een surplus en dat is eigenlijk die positiviteit uit gaan stralen en die
ja, overkrachten te brengen op andere mensen. Op anderen, maar het gaat hier ook over energiemanagement uiteindelijk. Ja. Ja. Iets wat je uitstraalt, iets waar je in gelooft, of dat dan in jezelf is of in de ander. Ja, je straalt dat gewoon uit, dat die energie wordt gevoeld uiteindelijk. Ja, hè? Ja, en wat je ziet is ook van wat nu en ik denk naar de toekomst toe vooral van belang is het raken van mensen. Dus je kan eigenlijk mensen zeggen, ik blijf overtuigen, maar dat moet blijven doen. Op het moment dat je één keer weet te raken in het hart, dan heb je ze voor altijd mee. En wat je ziet is, generatie Z, die zijn daar steeds gevoeliger voor. Ja. En positieve psychologie is, of intelligentie, is het voorbeeld geven ook. Toen ik plantmanager was, heb ik een inschatting gemaakt van lead by example. Hoe groot is nu de impact van die leider die zich positief opstelt, die het voorbeeld gaat geven? En ik schat dat in op 70%. Dus die twee zaken, lead by example, in combinatie met het feit van die positiviteit samenbrengen in het raken en het connecteren met anderen. Ja, dat is voor mij positieve intelligentie. Voor de mensen die er meer van willen weten, die denk ik die best komen, zich inschrijven en naar de Elisabethzaal komen. En zich laten inspireren door Gina, die samen met mij het boek geschreven heeft, maar vooral zelf heel veel aan dat boek geschreven heeft, mag ik toch wel stellen. Dus ik zou zeggen, 13 december schrijf jullie allemaal in. Zoveel mensen die op het toneel gaan komen, zoveel boeiende gesprekken. 13 december is de dag dat we allemaal moeten meemaken.